gaan vanavond ook gewoon hier als een José. Dames en heren, geef nog een applaus! En dan gaan we verder. Met de man, hè, je hebt ze wel eens, de grote onbekendes, de vraagtekens die soms je mailbox inglijden. Zo ook vanavond, we weten vrij weinig van hem, maar hij gaat zichzelf waarschijnlijk luid introduceren. Hier vanavond voor jullie. Ondergetekende stelt vast. Hallo, ik zal gewoon mijn naam noemen. Ik ben Jaap en alle gedichten die ik hier zo heb geschreven, zijn haikus, heb ik geschreven als ambtenaar. Dat deed ik terwijl ik de bijstand beheerde. En ik heb zeg maar opgevangen tussen het werk door de gevoeletjes, de momentjes die je dan meemaakt in zulk soort werk. Nou goed, ik heb als goed ambtenaar houd ik me altijd aan alle regels. En er is een regel waar ik geen requisiet mag hebben. Waarbij een haiku hoort eigenlijk een gong aan het einde. En in plaats daarvan heb ik eventjes jullie nodig als gong. Op het moment dat je als ambtenaar in de bijstandbeheer je werkopdracht afgemaakt hebt, dan is je WOP afgedaan. Dus als jullie nadat ik mijn haiku heb gedaan even kunnen zeggen WOP afgedaan, dan kan ik door naar de volgende. Is goed? En eventjes oefenen, als iedereen nou even zegt WOP afgedaan. WOP afgedaan. Ja, top, alright. Dan begin ik met een voorstel, want ik altijd eerst een voorstel doen. Voorstel. Gefeliciteerd. De gemeente schenkt aan u nog meer verplichting. Een meevalletje. Bellen hoeft niet meer, klant overleden. Geen bedoeling, vingers tussen de raderen, alleen bedoeling. Uit de zwarte doos komt als klokslag een nieuwe nare verrassing. De grootste vijand van het systeem, zeer systematisch. De grootste zonde, wat je had moeten weten, niet weten. Wil je weten wie de zorgen op zich nemen? Het zijn de dochters. En dit was mijn dossier werkzoekende. Ik heb nog een aantal andere dossiers, maar misschien horen jullie dus de volgende ronde, de volgende dossiers. Volgens mij is dit de eerste ambtenaar die ik ooit tegenkwam op een coachingsluim. Dus ook voor mij vandaag een compleet nieuwe ervaring. Dan gaan we door met de laatste van deze ronde alweer. Het is snel gegaan. Ik denk dat jullie een heleboel hebben om over na te denken zo meteen bij het stemmen. Maar daar gaat het om, zullen jullie straks bij helpen. Dus geen stress. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar de laatste deelnemer. Ze is bekend van de podcast Een Vrouwentoilet. Ja, ik mag er niet komen, dus ik heb niet geluisterd. Dames en heren, hier voor jullie. Lia Bar! Gierig. Je ligt naar.